zijn de drie wijzen. Dames en heren, uw gastheer Koert van Eghem. In de Limburghallen en Genk aan het publiek. En ook goedenavond, u kijkers thuis. Welkom bij de Drie Wijzen. Hier komen ze één voor één en beginnen met Jacques Vermeire. En hij zal vandaag hij zal het moeilijk krijgen, want hij wordt geflankeerd door twee van één familie. We beginnen met Alain Grootaars. Alain. En ik zei het, twee van één familie. Walter Grootaars is de tweede. Dag Walter. Onze kandidaten, eerste kandidaat is Dirk van Daal. Dag Dirk. En Dirk van Daal is een zelfstandige uit Genk. Hij is gehuwd, heeft geen kinderen, hij werkt en hij werkt enorm graag. En hij doet aan sport op passieve wijze. Ja, dat, ik zeg het toch dat je enorm graag werkt, hè Dirk? Dat klopt hoor. Misschien wat je het liefst van al doet, werken. Toch ongeveer. Ja, het is een zeldzaamheid, maar we hebben er één gevonden, dames en heren. Iemand die dus inderdaad graag werkt. Hier zit hij dan, de enige van gans Limburg. Nee, of zijn er nog? Dat we er zullen er misschien nog een paar zijn, maar toch niet zoveel. Waarom werk je zo graag? Wat is er zo speciaal aan de job die je doet? Wij mogen iedere dag de kloon uithangen. Dus dat wil zeggen, wij animeren openingen, open deurdagen en dergelijke meer. Animeren openingen, goed. En hoe gaat dat in zijn werk, een opening animeren? Doe dat eens voor, bedoel. Nee, maar wat is dat dan? Wat bedoel je daar nou precies mee? Als kloon, dus dat we de aandacht trekken van de voorbijgangers naar de zaak toe. En jij verkleed je dan helemaal? Verkleden, uiteraard. Ja. Maar ik heb nu dit met de drie wijzen meegedaan, omdat met meneer Vermeer had ik graag contact gehad, voor naderhand. Ah, als hij zonder werk moest zitten. Want bij maar Jacques werkt niet graag, hoor. Dat is een probleem. Ja, maar wij moeten nogal veel kosten geven voor schmink en pruiken. En voor Jacques denk ik dat we dat te zonder wel zouden kunnen oplossen. Hè? Goed. Dirk van Daal speelt tegen Marianne Wijkmans. En Marianne Wijkmans is een verkoopster uit Antwerpen. Zij is 25 jaar ongehuwd. Aha. Zij houdt van lezen, uitgaan, reizen, lekker eten, ballet en Russisch studeren. Marianne. Da. Ja, zou ik ook zo zeggen. Maar vraag me niet dat ik daar nog iets meer kan op zeggen dan Nazdrovnia of zoiets. En dan drinken en het glas kapot gooien achter mij. He? Russisch studeren, het is geen makkelijke taal. Het is geen makkelijke taal. En waarom doe je het? Gewoon omdat het een mooie taal is. Ja. Omdat het een taal met karakter is. Ja. En omdat het gewoon een uitdaging is. En jij houdt van uitdagingen? Ik hou van uitdagingen. Ja, dus nu vind je dit ook een uitdaging? Uiteraard. Ja, want we spelen vandaag, Marianne en Dirk, we spelen voor 700.000 frank. Ja, maar we zijn nog lang niet zo ver en we gaan daarom eerst onze eerste ronde. Daarvoor gaan we om te beginnen de straat op met Chris. Een half jaar. Ja, drie kwart van een jaar. Vier maanden. Twee munt, denk ik. En van deze morgen? Vanmorgen. Jaren! Nee, niet zo lang geleden eigenlijk. Twee weken geleden. Dat was in 1979. Ja. Een paar minuten, denk ik. Een paar dagen, drie dagen geleden. Drie dagen geleden. Ja, er is nogal wat verschil, hè, Marianne en Dirk. Er is nog wat verschil in deze oplossingen. Maar wat was de vraag? Jacques. Welkom in het programma De Drie Grootaars. Van volgende week zal u wel de derde zien. De vraag was... Hoe lang is het geleden dat u nog een boek gelezen heeft? Dus een boek, vroeger Een vraag die ze niet aan Jacques mogen stellen, want dan moet je antwoorden, een boek, wat is dat? Ja. En vroeger, dus Alain en Walter die lazen samen boeken. Alain keek naar de beeldjes en Walter las. En zo zijn ze door het leven gegaan. En u kan ze herkennen, de ene heeft een bruin hemd aan, de andere een groen. Maar de vraag was dus, hoe lang is het geleden dat u een boek heeft gelezen? Zo. En onze volgende panelet, onze volgende wijze is Alain Grootaars. Ik vraag graag even een applausje voor Alain Grootaars, want hij is nieuw bij ons. Ja. Alain. Welkom op deze set. Het is helemaal nieuw voor jou, alhoewel jouw broer zal waarschijnlijk wel al het een en ander verteld hebben. Ja. Ik ken jij bent of was journalist liever? Ja, ik ben er een
drietal weken op. Je bent er mee gestopt. Jij schreef nogal grappige dingen, dus wij hopen vandaag dat je dus ook een beetje grappig bent. Alhoewel, met de grootaars, dat is misschien ijdele hoop. Nee. Hè? Maar wat ik wou vertellen, wat doe jij nu? Ik ben nu fulltime, fulltime manager van de Kreuners. Ja. Dat is te gek, hè? Dat is zelfopoffering. Dat is, komt geen einde. Dat is verschrikkelijk, hè? Maar goed, dit is misschien even een divertissement om toch nog eens onder normale mensen te zijn. Bedoel, met Sjaak en mij. Maar ik wens je in elk geval heel veel succes. Ja. En doe zo voort, zou ik maar zo niet te veel succes, natuurlijk. Maar wat was de vraag? Allee, vertel ons. De vraag die gesteld werd was... je weet, Kurt, ik ben bij verschillende verenigingen door mijn beroep. En ik ben ook bij de vereniging van de verantwoorde enquêtes. En toevallig kwam ik daar die enquête tegen. En dat gaat dus over sport. De vraag was, hoe lang is het geleden dat u nog aan sport deed? Hoe lang is dat geleden bij jou al, hè? Heel lang geleden. Een eeuwigheid. Walter! Chris van den Durpel, die deze vragen aan de mensen heeft gesteld, had zich vergist in het formuleren van de vragen, want hij is een paar keren moeten gaan lopen, omdat de mensen die vraag verkeerd begrepen. Want hij vroeg aan hen, hoe lang is het geleden dat u nog een bad heeft genomen? Zo. Goed, dat waren ze dan. En ik ga ze even op een rijtje geven. Hoe lang is het geleden dat je een boek hebt gelezen, volgens Sjaak Vermeijden? Hoe lang is het geleden dat je nog aan sport hebt gedaan volgens Alain Grootaars? En volgens Walter Grootaars is het hoe lang is het geleden dat je een bad hebt genomen? Dat zijn de diverse mogelijkheden. Daar moet op gegokt worden, Marianne en Dirk. Zo, en jij denkt een boek. Het boek. Hoe lang is het geleden dat je een boek hebt gelezen, Dirk? 20 jaar. God, Jezus. Dan zal ik maar niet meer vragen wat het was. En het Marianne? Alfabet. Ik denk de sport. Je denkt sport? Ja. Jij denkt dat het om sport gaat. Trouwens, om jullie een beetje te helpen, Alain Grootaars heeft zijn haar naar voren gekamd en Walter naar achter. Ja, zijn, voor de rest is het helemaal hetzelfde. Wat was het goede antwoord, Chris? Hoe lang is het geleden dat u een boek gelezen hebt? Een paar minuten, denk ik. En wat was de titel? Eerste 1000 zijn binnen, hè, Dirk? Goed gegokt. Niet zo weg, hoor, Marianne. Niet panikeren. Dit is pas het begin. Wij gaan door met de strijd. Wat betekent kuitje buiten, Jacques? Kuitje buiten, wat betekent dat? Kuitje buiten, dat gaat over een rok. Een middellange rok. Men hoort kuitje buiten, dus men ziet het kuitje. Omdat het kuitje buiten is. En het kuitje is buiten de rok. Kuitje buiten, Alain. Ja, wat is het? Kuitje buiten. Ja. Ik kuitje buiten. Ik heb gekuitje buiten. Ja. Dat is dus iets buiten maken door te kuitjen. Alsjeblieft, zeg. Voilà, voilà, voilà. Dat wil dus zeggen bemiddelen door veel te praten, door te chagrenen eigenlijk. Ruilen, maar niet altijd op een eerlijke manier. De manager zijn van de Kreuners dus. Okay. Walter, kuitje buiten, wat is het? Een kuitje buiten hebben is het tegenovergestelde van ergens een voetje binnen te hebben. Dus een voetje binnen hebben, dat wil zeggen van je bent er bijna, je weet daar je weg ongeveer. En een kuitje buiten, dat heeft men in Nederland over mensen die bijna buiten liggen op hun werk. Waar het randje boordje is voor het ontslag eigenlijk. Kuitje buiten betekent volgens Jacques Vermeijren een middellange rok. Volgens Alain Grootaars is het ruilen. Kuitje buiten is ruilen. En Walter die zegt het is bijna buiten. Vliegen, liggen, Dirk en Marianne. Niet eenvoudig, maar zo hoort het ook. En Dirk die gokt, denk ik, op bijna buiten liggen. Een echte gok. Een echte gok, ja. En wat doet Marianne? Nog een echtere gok. Ja. Nog een echtere gok, maar dan wel op iets totaal anders. Kuitje buiten is een middellange rok. Ja. Heb jij een kuitje buiten aan op dit moment? Nee, toch niet. Nee, goed. Want wat is een kuitje buiten, heren? Twee. Zo, het was ruilen. Kuitje buiten is ruilen, dus komt niets bij. Jammer, maar niet getreurd. We gaan verder met een stukje film. En dit is een stukje uit de film Revenge. Met wat suggestieve muziek en ook een aantal suggestieve handelingen. En nu een suggestieve uitleg van Jacques Vermeijren over hoe dit verder moet. Jacques. Het is een zeer zwoele film. Het is zwoel, temperatuur is zwoel. Hij is zwoel, zij is zwoel. Zij wil wat, hij wil wat. Wat gebeurt er nu? Dus
U ziet hem fruitpersen. Het is zeer persvers wat we hier zien. Hij is een beetje zenuwachtig, want hij is ook zwoel. En ja, hij zal zich door zenuwachtigheid zal hij de mixer laten vallen. Ze zullen zwoel op de grond kruipen en de vitaminen van elkaars lichaam aflekken. Wauw. Sjaak, wat boeiend. Mm. Ja, en hoe zwoel ook, moet ik zo zeggen. Alain. Alsof een mens als Jacques Vermeire iets zou afweten van zwoele dingen. Ja. Jacques. Nee. Okay. Uit de boekjes. Ja. Zij doet dus inderdaad, Kurt, de slaapkamer ligt er vol van. Ja. Van die boekjes. Doe maar, sorry Alain. Doe maar Alain. Zo gezegd, ze vecht, het is Alain nu, het is geen Walter voilà. Nu. Ja. Nee, zij doet dus al het mogelijke om de man in kwestie op te winden. Ja. Ze draait van achteraan, dat denk ik. Intussen blijft hij maar rustig persen. Ja. En wat zij 9 maanden later zal moeten doen. Ja. Ja. Ja, we zijn dus nu in het stadium gekomen dat Alain niets meer kan zeggen en Walter zal nu verder gaan. U weet dat, hè? Ja, Alain? Walter maakt nu wel verder af, ja. Nee, en daarvan krijgt ze het dus zo op haar heupen. Op haar heupen, dus die krijgt die pers op haar heupen, ja. Ja. Dat ze dus een vrucht neemt en het in zijn gelaat uitperst. Oh, wat vreselijk. Alain. Ze zeer... Oh, wat een taal van een manager, zeg. Oh. Walter, vertel jij nog eens een verhaal. De vrouw kronkelt haar lichaam tegen... Walter! Het is een Vlaamse film, er is weinig sensualiteit bij, want wat gebeurt er? Zij is erg zoel, want zij is Amerikaanse. Ja. En ze kronkelt haar lichaam als een slang tegen dat van hem eigenlijk. Of bijna toch, laten we ons zo stellen. En net op het moment dat je gaat verwachten dat er iets gaat gebeuren, wat op dergelijke momenten eigenlijk zou moeten gebeuren, gebeurt er wat in Jacques' leven al heel de tijd gebeurt. Die man... Succes! Niks. Ja. Sorry. Die man richt zich op, zegt van, ik hoor de hond blaffen, ik zal hem maar binnenlaten, want anders loopt hem weg. Ja. Tjo. Na elkaar, volgens Jacques Vermeire, de fruitpers die valt op de grond en er gebeuren allerhande dingen daar. Alain, de pers, zij perst vrucht in zijn gezicht. En nee, een hond leidt hen af in het zwoele spel. Marianne en Dirk, dat is nu eenmaal het trilemma waar wij voor staan. En daar moet iets aan gedaan worden. En jij denkt dat het de fruitpers is die op de grond valt en dat daar allerhande zwoele dingen gebeuren. Ik zou het wel eens willen zien, ja. Ja, je zou het wel eens willen zien. Ja, juist, weer al zo een. Een clown dus. En Marianne, denk net hetzelfde. Ja. De fruitpers op de grond en dan de hele rutte-metut die daar moet gebeuren. Goed, we zijn reuze benieuwd. Helaas, Marianne en Dirk. Het is weer niks, hè? Weet je wat we nu wel eens moeten doen om hen aan te moedigen? Gewoon roepen. Dat is ongelooflijk, hè? Zo begint het, hè? Dictatuur. Goed, maar ze hebben geen punten. Het is nog steeds 1000-0. Marianne, we vragen je voor 4000 frank. Kom, we gaan er iets aan doen. Dit is heel eenvoudig. Het is een lief liedje. Het is een charmant liedje. Het is van Lucky Davies en het heet In Catania bloeien de rozen. Daar gaan we naar luisteren. De nacht was sterrenblauw. Ja. Ja, daar volgt dan een flink geronkel van bellen op. En Jacques moet nu vertellen hoe het verder gaat. Big Boy is Lucky Davies. En Lucky Davies was een kleine zanger. En hij zingt nu, ik zong met mijn gitaar. Dus hij stond op zijn gitaar om aan de micro te kunnen. Dus ik zong met mijn gitaar. Ik zong met mijn gitaar, volgens Sjaak. Alain. Nee, de nacht was volgens Lucky Davies. Zeer goed, Alain. Davies, zeer was goed. Was sterren klaar. Davies, en, manager. Jacques, zwijg. Ja,
Doe maar verder, Alain. Ja. Dus de nacht was sterrenklaar en ze stond in haar peignoir. Oh, de dichter Alain. Ja. Hoe Walter. Dichter, hoe beter. Peignoir. Peignoir is dat zwart brood. Ja, ja. Dat is het Frans voor zwart brood. Peignoir. Oh, ongelooflijk dan zijn er deze twee tekstschrijvers. De nacht was sterrenklaar. Nee, het had kunnen zijn. Het zouden ook Manu en René Verret kunnen zijn hier. De oolijke tweeling uit Lier. Ja. Wacht maar tot volgend jaar met Oudjaarszak, dan wordt het oei grootaars. Ja. Fijn. Een nachtprogramma van 2:30 tot 3:30 voor mensen die niet kunnen slapen. De nacht was sterrenklaar. Nog een poging van Walter nu. Ja, Lij, spring hem bij. De nacht was, zo had het kunnen zijn. De nacht was sterrenklaar. Ze hoorde mijn gedicht. Ze keek naar mijn gezicht. Werd plotseling heel rood. En viel stokkenstijf steen dood. Maar dat is het niet. Het is een Vlaamse tekstschrijver. En je moet eens heel goed luisteren. De titel is dus de In Catania bloeiende rozen. Wat je al direct doet denken aan zomer, zon. Weet ik veel. Nee, wat schrijft die man? De nacht was sterrenklaar. En als je nu een sterrenklare nacht hebt, kan het dan regenen? Nee. Kan het dan hagelen? Nee. Kan het dan sneeuwen? Jacques. Nee. Nee. Wel, maar wat toch schrijft, zal hij het waarschijnlijk zien. Wat schrijft hij? Het is een Vlaamse tekstschrijver. Ja. De nacht was sterrenklaar en sneeuw viel op haar haar. Goed, Walter. Zo. Na elkaar, komt hier, ik zong met mijn gitaar, volgens Sjaak Vermaar. Ze stond in haar peignoir, zegt Alain Grootaar. En Walter Grootaar die zegt, en sneeuw viel op haar haar. Dat zijn ze na elkaar. Dirk en Marian, zijn jullie klaar? Drukken maar. En dat is dus, ik zong met mijn gitaar. De nacht was sterrenklaar, dus dat vind je dat hij dan maar meteen een gitaar moet nemen en daar nog de nodige... Torenbeek kunnen horen, hè? Ja. En wat zegt Marian? Ook. Ik zong met mijn gitaar. Ja. Marian, ik ben ongelooflijk benieuwd, want nu luisteren we naar onze vriend Dirk. De nacht was sterrenklaar en sneeuw viel op haar haar. Ze zocht dan naar wat warmte, dan bleef ik. Ja, we spelen op dit moment voor de bedragen aan mijn linkerzijde hier zo Dirk met 1000 frank. En dan hebben we aan de andere zijde Marian met 0 frank. Ik moet zeggen, dat is een spel waar de BRT er weer mee gooit met het geld. Hè? Goed. Vraag 5. En dat is een vraag waarvoor dat we een stukje sport gaan bekijken. One night away they go. Oh, flying out of box 4. Natone has taken the lead. That's a very keen chaser in the early part. Natone. Box is Rick, but he's dashed away like Dancing Gamble here. Let's have a look at him loping ears and everything else. And he makes a pretty picture. And Rick down to the line. He's going to win it by about 30. Boeiend en spannend zo'n hondenrace. En wat kan er allemaal niet gebeuren? We vragen het aan Jacques bijvoorbeeld. Ja, een hondenrace. En u weet, die honden lopen geen koers, maar die lopen achter een konijn dat geen konijn is. Hé, Walter? Zoals een komiek dat geen komiek is. Een komiek dat geen komiek is, inderdaad. Een manager dat geen manager is. Wat gaan ze nu voor hebben? Dus die honden gaan dat konijn te pakken krijgen. En dat is dus een konijn in stof. En ze gaan dat konijn dus aflarden scheuren. Het konijn wordt ingehaald door de honden volgens zaak. Alain, wat zeg jij? Nee, als je met dieren werkt, dan heb je altijd enkele problemen. Die kunnen zeer onverwachte dingen doen, Kurt. En dat is hier in elk geval het geval, want een van die honden die stopt plots om aan een van zijn natuurlijke behoeften te voldoen. Die legt daar een dampend de herinnering Zeg het maar, Walter, kom. Doe de gek. Zeg het, kom. Nee, ik zwijg, Jack. En de tweede hond die eraan komt, die gaat het ook nog even besnuffelen. En dat is het einde van de race. De racekak eigenlijk. Dus, ja. Zo. Walter, wat is het volgens jou? Wel, zoals je hebt gezien, die honden zijn vertrokken. Er is nog een tweede. Dat hebben we gezien, Walter. Dat is, ja. Ja, maar ik maak het maar duidelijk omdat ik u ken. Ja. Je bent niet tegen mij bezig nu, het is voor Vlaanderen, hè? Ja, Walter. En in die tweede ronde komen ze voorbij een hamburgerstandje. En degene die eerst is, de hond die de leiding heeft, ruikt de hamburgers.
remt af, maakt een bocht van 180 graden, draait richting hamburgerstalletje, gevolgd door de 7 andere honden, waar ze, en dat zal je dan zien in beeld, waar ze allemaal mooi op hun achterste pootjes gaan zitten om toch maar een stukje vrees te kunnen krijgen. Kijk eens aan. Hier komen ze, naar elkaar. Het is een, het konijn dat aan flarden gaat volgens Jacques Vermeijden. Alain die houdt het op een drolletje. En Walter die houdt het op een hamburgerstandje dat wordt aangevallen door de honden. En dat is nu precies hetgene waar zowel Dirk als Marianne iets moeten van bakken. Ik bedoel, van dat drolletje of zo. Gaat het niet? Het gaat wel. Jij denkt, konijn aan flarden. Konijn aan flarden. Het is met een konijn, hè? Dat is zo, hè? Dat is inderdaad zo. Hè? En dat moet gewoon kapot gefret worden. Goed. En wat zegt Marianne? Konijn aan flarden. Laat ons nu maar hopen dat het konijn aan flarden gaat. We gaan kijken. Sloping ears and everything else, and he makes a pretty picture. And Rick down to the line, he's going to win it by, oh gee, any number of lengths. About 30 lengths. Natona's run second. Oh, here's one, number two. Mandy. It stopped for a Tosca in the home straight. Well, I saw one of them lift the leg on the boxes at the Gold Coast one night. I've never seen one do this in the straight. It's disgraced itself. Mandy. But if it gets going, it'll run third because there's two more. Here's Mandy. Starting up the weight now, goes across the line in third place. Ja, het is een heel mooi fragment. Het is een schitterend fragment, maar het blijft 1000-0. Dat is erger, hè? Het blijft erg goed. Maar we vinden het heel leuk. Er komen straks 700.000 frank bij, dus ik zou me daar geen zorgen om maken. Als je met 1000 frank kunt winnen, is het goed genoeg, zou ik zo denken. Vraag 6. Een iets wat ongewone LP werd vorig jaar op 100.000 exemplaren uitgebracht. Wat is er nu zo ongewoon aan deze LP, Jacques? Dat is een LP die ingesproken is door Kohl, de Duitse bondskanselier, die in november 1989 reeds een lans brak voor de Duitse eenmaking. Dat is een geweldige kras op die plaat die u hoort. Het zijn toespraken van Kohl en die werden gratis gegeven aan de DDR-inwoners. Onder de titel Is het sop de Kohl waard? Ja. Ook zijn successen, Aus bei mit nach von zu en Führe ohne um bis gegen, waren geweldig. En Kohl, ja, om toch te laten merken dat ik toch wel wat talen beheers waarschijnlijk. Schwage declination. En Kohl die gaf die gratis. Die stond, want op de hoes staat op zijn Mercedes en de rondom van die onnozele Oost-Duitse wagentjes zo. Hè. En hij gaf die, op de hoes stond dat hij dus die platen weggaf. In Dresden bijvoorbeeld. 100.000 gratis exemplaren met allemaal toespraken van Kohl, de Duitse bondskanselier. Wat is het volgens Alain? Een ongewone LP. Dat zou kunnen geweest zijn de beste moppen van Jacques Vermeijden. Goed, voilà, goed! Dat zou het. Nee. Dat zou de singeltje geweest zijn, Kurt, dus dat is het helemaal niet. Maar toch een single waar dat 300.000 exemplaren zullen van verkocht worden. Als je ze gratis uitgeeft op het tak van je twee Mercedes. Ja, maar ik heb het dan toch maar, Walter. Ja. Nee, Kurt, het is een LP waar dan niks op staat. Ja. En die is ontworpen in de laboratoria van een Japanse hi-fi-firma. En die wordt gebruikt om de hi-fi-apparatuur, de platendraaiers, te testen. Er staat niks op? Er staat absoluut niks op. Stilte, het geluid der stilte. Prachtig. Heel mooi. Walter? Die LP dat is een medisch experiment. En waarom heeft men dat gedaan? Het gaat namelijk, of de LP is eigenlijk bedoeld voor mensen die problemen hebben met het plassen. Men vermoedt dat dit probleem psychosomatisch zou zijn. En daarom heeft men op de LP, ik heb dat in één keer gezegd. Ja, en helemaal alleen. Zonder hulp van zijn broer, dames en heren. Zomaar men heeft op die LP het geluid gezet van lopende kraantjes, water dat gehoord druppelen in een pompsteen. Om die mensen, dat ze die plaat kunnen opzetten en dat geluid zou het plassen bevorderen. Het zijn toespraken van Helmut Kohl volgens Jacques Vermeijden. En dan zegt Alain, nee, het is het geluid door stilte. En Walter die zegt, het is een medisch experiment, het is psychosomatisch, zoals hij dat dan zegt, psychosomatisch. Maar goed, Dirk en Marianne, daar moet op gegokt worden. Moeilijk. Ja, moeilijk, hè? Oh, aards moeilijk. Grootaards moeilijk. Dirk en Marianne. En wat zeggen we hier? Het geluid door stilte. Een test. Test. Test LP. Geluid door stilte. En Marianne? Helmut Kohl. Ja. Zijn de toespraken van Helmut Kohl? Dat denk je? Denk ik. Wat was het, hooggeëerd panel? Wordt er gescoord? Aus bei Mittag von Schuh.
Ja. Ja. En nu voor 7000 frank de laatste vraag. En dat is met Chris van den Durpel in het museum. Heel veel grote en kleine gaatjes in een heel zware steen. Dit is wat men noemt een echt museumstuk. Maar onze vraag is, wat is het? Onze vraag is, wat is het, Sjaak? Het is een fragment, een tegel uit een moutvloer, waar dus de gerst op gestrooid werd. Voilà. Kort. Kort, een tegel uit de moutvloer. Alain, wat is het? Nee, het is een... je weet, ik ben ook kort... Soms spelen wij samen oude volksporten. Dat is waar, ja. Ja. Ja, ik ben ook voorzitter van de vereniging van oude volksporten. Hm. En dit is een zeer duidelijk voorbeeld van de voorloper van de schoolbak. Ja. Weet je, voor tip te schieten, zoals bij zeggen. Ja. En de bedoeling is dus om met kleine balletjes die speciaal voor dit spel werden geconcipieerd door kortarmige dwergjes die daarvoor werden ingepakt. Vandaar dat jij daar voorzitter van zei. Ja. Voilà. Ja. En daar werden dus met balletjes werd daar naar die steen gegooid. Zo, Walter. Het is heel eenvoudig, het is een krikkenontpitter. Het is niks zo moeilijk dan krikkenontpitten als je dat met de hand moet doen om ze in te maken, bijvoorbeeld. Of om confituur van te maken. En dat is een apparaatje dat men vroeger ontwierp om krieken te ontpitten of kersen te ontpitten. Het is een tegel uit een moutvloer volgens Jacques Vermeire. En het wordt spannend hoor. Het is ofwel een stuk van een schoelbak. Nee, een schoelbak. De voorloper. Ja, voorloper van een schoelbak. Of het is volgens Walter een kriekenontpitter. Dirk en Marian, gokken maar. Het is ontzettend belangrijk. Dit gaat nu beslissen wie er naar de eindronde gaat. Jij zegt tegel uit moutvloer. Tegel uit moutvloer. Tegel uit moutvloer. En wat zeg jij? Tegel uit moutvloer. Tegel uit moutvloer. De spanning is eigenlijk een beetje verdwenen, maar we vragen het toch aan Chris van den Durpel. Meneer de Brabander, wat is dit uiteindelijk? Dit is een fragment uit een moutvloer. Ja! Kijk eens aan. Het gekke is, Dirk. Tot net voor de voorlaatste vraag stond jij aan de leiding. Ruim aan de leiding. Ruim. Ja, duidelijk. Je stond heel ruim aan de leiding, moet ik zeggen. En nu ineens, ja, is het afgelopen. Je blijft op je 1000 frank staan. Je krijgt in alle geval van ons de 3 sterren. De drie wijzersterren. Het Kramers Nieuw Woordenboek Nederlands. Ik heb gehoord dat het 20 jaar geleden is dat je nog een boek hebt gelezen. Ik zou zeggen, lees het tegen morgen uit. Opvraging overmorgen. En een geweldig applaus van ons Limburgs publiek. Zo is dat. Marian, ben je blij? Tuurlijk. Ja, natuurlijk is ze blij. Kijk eens aan, ze heeft toch nog op dit moment 13.000 frank. Dus dat is nog behoorlijk gescoord, hè? Dus die neem je sowieso al mee naar huis. Maar er komt nu een 7 voor te staan. Want het kan 713.000 frank worden, maar daarvoor moet u nog verschrikkelijk veel zweten, hoor. Want we gaan eerst even naar de overzijde. Ik ga naar Jacques en naar Alain en naar Walter. En die moeten nu eventjes aanduiden waar of onwaar. De enveloppen laat ik ook hier. En het is inderdaad onnoemelijk spannend. 713.000 of 13.000. Deze krijg ik al terug. Je stopt dit hier maar eventjes rustig in. Ja. En ook dit mag er nog bij. Dankjewel. We doen de enveloppen dicht. En we gaan naar Marianne. Oh, Marianne, Marianne. Wat gaat dat hier spannen? Jacques, het verhaal. Prachtig. Dus ik ben vertegenwoordiger ook. En een klant van mij had gevraagd, een belangrijke klant, om Sinterklaas te komen spelen. Ja, wat normaal, de echte is maar, enfin, die was er niet en ik moest dat dus doen. Om 10 uur 's morgens, ik had er weinig tijd voor, want ik had om 12 uur een afspraak nog in Wervik. Ik had gezegd, ik had er maar een uurtje doen. En goed, ik kom daartoe, de kinderen geweldig enthousiast, de kinderen bezig, de kinderen op mijn schoot nemend en ook een vochtigheid voelend. Want inderdaad, een kindje van enkele jaren had, zoals we het daar in een van de vorige afleveringen gezegd had, een bedwateraanval. En het was ook mijn kleed. Zo jong en al zo verstandig. Ja. Dus het was... Eventjes op mijn broek, dus het komt erop neer dus dat ik ben naar vliegersvlucht moeten vertrekken. Ik ben bij mijn klant
gekomen om 12 uur, dus met een plek op mijn broek en een beetje beschaamd zijnde. Een plekje op zijn broekje en een beetje beschaamd zijn, Marian. Wat denk je? Ja, concentreer je. Kijk eens diep in mijn ogen. Doe het rustig. Je hebt daar juist het niet van. Marian, is dit het begin nu? Ik hoop het, Jacques. Je kunt denken, twee grootaars en ze nog krijgen zich. Kom aan. Wees rustig. Waar of niet waar, Marian? Ik denk dat dat kan. Je denkt dat het waar is. Alle. Ja, Kurt, jij weet, de kijkers thuis misschien niet, maar wij zijn met zessen thuis. Ik heb nog vijf broers. Ja, dat is waar, ja. En wij zijn opgegroeid in, ik dan in Leopoldsburg. Ja. Ja. En toen ik zo'n jaar of vier was, dan ging ik de woensdagnamiddag altijd mee met de rest van mijn broers op uitstap. Ik mocht dat. De bossen in. En dan pikte de gasten altijd de sigaretten van mijn ouders, sigaretten van mijn vader, sigaren van mijn moeder, je kent dat. En die gingen dus stiekem roken. Dan kwamen wij s'avonds thuis, op een avond kwamen wij thuis. Mijn vader had dat na een paar weken had hij dat toch al ongelooflijk door, dat daar zo stilletjes aan zijn sigaretten begonnen te verminderen. En die vroeg mij aan tafel, Alain, is dat waar dat die gasten zitten te roken in de namiddag? Nu had ik al flink de mantel uitgeveegd gekregen van, jongen, zeg dat niet. Dus ik zei, nee, er is absoluut niks van aan, die doen dat niet. Dat zijn toffe gasten, roken helemaal niet. Dan zei mijn vader van, Alain, als je zegt dat ze roken, dan krijg je een voetbal. En dan heb ik even nagedacht, maar heb ik toch ook gezegd van, nee. Dus toen, Kurt, was ik ook al eerlijk, integer en beschermd ik mijn broerken al. Is dat waar, Marian? In de familie Grootaars, ja, die klitten samen. Die klitten samen, zegt ze. Ze zegt dat het waar is. Wolter. Wel, jullie weten dat ik vijf broers heb. En we hebben een tijd in Leopoldsburg gewoond. Ja. En de woensdagnamiddag, als wij zo af en toe het bos in gingen om te gaan spelen, dan moesten wij ons jongste broertje meenemen, dat was dan Alain. En wij dreven af en toe wel eens een sigaret pikken uit het pakje van vader en de sigaar van moeder. En dan gingen we die stilletjes oproken. Maar uiteraard mochten onze ouders dat dus niet te weten komen, want dan zou er wel wat zwaaien. Dus we hadden tegen Alain gezegd van, Alain, je mocht dat nooit zeggen. Gelijk wat vader u belooft, je mocht dat nooit zeggen. Nu, Alain had toen al op zijn vier jaar het managersbloed in zich. Want wat hij toen zei was gewoon van, oké, ik zal het nooit zeggen op voorwaarde dat je mij twee voetballen koopt en een Zorro-kostuum. En we hebben dan ook een twee voetballen en een Zorro-kostuum moeten kopen om hem het zwijgen op te leggen. Is dat waar of is dat niet waar, Marian? Dat is een beetje te ver gezocht, denk ik. Op vier jaar, Zorro-kostuum. Ik denk fout. Je denkt fout. De envelop. En die gaat open. En daar komen ze. Maar gaan we eens beginnen, ja? Oh, bij Alain, hij is nieuw, hè? Alain, was jouw verhaal waar of niet waar? Mijn verhaal was waar. Mooi. En dan, Walter. Want dat vragen we ons nu af, hè? Was het omgekeerde ook waar of niet waar, Walter? Was het waar of niet waar? Mijn verhaal was niet waar. Goeie logica, hè? Dat was een beetje te ver gezocht. Ja. En nu, voor 713.000 frank. Of voor 13.000 frank, Marian, het is spannend. Was dit waar of was dit niet waar, Jacques? Mijn verhaal was onwaar. Oh. Op de valreep, Marian, heb je verloren. Oh. Erg, de 700.000 zijn weg. Er blijven 13.000 frank over. Ik hoop toch dat je het heel leuk vond om mee te spelen. En dat die spanning, dat doet even goed. Dat is een positieve stress. Ja. We geven een geweldig applaus aan Marian. Ja. Met de drie wijze sterren. Dames en heren, dat betekent, ja, ik moet het zeggen, dat we volgende week gaan naar een bedrag van 800.000 frank. Dus ik zou zeggen, kijkt u met ons mee naar de drie wijzen. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.